recht, regels, protocollen. Dat is gestolde ethiek. En je moet jezelf eens de vraag stellen, kun je je kinderen, als je kinderen hebt, kun je die opvoeden met een set van regels? En dan voorspel ik je, dat gaat 60-70% van de tijd goed. Ja? Maar je zult zien dat ze steeds situaties weten te creëren waarvoor nog geen regels zijn. Of als je dan de regel toepast, dat dan die toepassing leidt tot meer onrechtvaardigheid. Dus je moet altijd blijven nadenken. Je moet altijd blijven toetsen. En je zult dus zien dat als je denkt dat ethisch handelen hetzelfde is als de regel volgen. Nou, we kennen verschillende schandalen ook bij de Rijksoverheid. Ja, dan zal dat niet altijd leiden tot een ethisch verdedigbare uitkomst. Dus je moet als professional en als organisatie blijven nadenken. En daar is dus interessant, daar is dus moed voor nodig. Ja, dus, en je hebt daar openheid voor nodig. En je hebt mensen die het goede voorbeeld nemen voor nodig. En je hebt mensen die een beetje getraind zijn in dit soort vragen. Dus hoe vlieg je dat nou aan en hoe bespreek je dat onder collega's? Als het er niet is, dan kan het nog steeds goed gaan. Maar je verkleint de kans dat het fout gaat op het moment dat je daar als organisatie, maar ook als professional, meer aandacht aan geeft. Dus ook gestructureerd een plek geeft en mensen daarin scholt.